Goedenavond en welkom bij de Midnight Movie Review. Oz the Great and Powerful. Dat is de film waar ik het vanavond over ga hebben. Het nieuwe werkje van Sam Raimi. De jongen die ooit groot werd, of man, het is nu een man. Maar die als jongen ooit groot werd als de grote belofte voor Hollywood met The Evil Dead. En die eigenlijk algemeen voor in ieder geval de hoge verwachtingen toch een beetje heeft tegengevallen. Hoe doet u het nu? Met dit fantasievolle werkje? Nou, daar ga ik het zo over hebben. Step this way. See the most wondrous sights imaginable. Kansas is full of good men. I don't want to be a good man. I want to be a great one. You're gonna need this! Oz the Great and Powerful is de prequel voor The Wizard of Oz uit 1939. Want in 1939 werd opeens het beeld gekleurd in de overgang van de gewone wereld naar de wonderful fantasy wereld. Maar inderdaad, voor de oplettende kijker, 1925 was ook al een jaar waarin eigenlijk de versie The Wizard of Oz er al was, nog voor de versie uit 1939. Maar goed, laat het even ophouden. Qua stijl en vorm lijkt dit ontzettend veel op die uit 1939. Sterker zelfs visueel en zo sluit het perfect aan bij die uit 1939. Anyway, in dit verhaal volgen we Oz, gespeeld door James Franco, die een nogal loesje tovenaar is. Hij houdt er een lage moraal op na en is eigenlijk voornamelijk bezig om zoveel mogelijk dames het bed in te krijgen. Niks mis mee. Nee, is ook niks mis mee. Alleen gaat het mis met hem. Hij komt met zijn luchtballon terwijl hij aan het vluchten is voor een boze, sterke man op de kermis waarvan hij het vrouwtje geprobeerd te verleiden. Vlucht hij dus met een luchtballon. En hij komt in een tornado. Nou, die tornado brengt hem naar het prachtige land van Oz. En het prachtige land van Oz heeft een probleem. Er is namelijk een hele grote boze heks. Ja hoor, en wie mag die hele grote boze heks gaan opruimen? Dat is Oz, want onze leugenachtige vriend heeft natuurlijk meteen verkondigd dat hij de grote tovenaar is. En hij heet Oz. Nou, en zal dat goed gaan? Oz the Great and Powerful is best een interessante film. En dat heeft ermee te maken dat Sam Raimi een beetje een dubbele agenda heeft als regisseur. Namelijk, stiekem is hij met deze film een ode aan de cinema aan het afleveren. En heel veel kleine dingetjes zie je dat hij aan het proberen is om te refereren naar het oude werk van Edison. En nou, dat is zelfs heel duidelijk. Maar er heel veel kleine zoompjes, cameratechnieken die je niet zo snel ziet gebruiken, die je niet zo snel gebruikt ziet worden. Heel veel bewegingen. Het is een nogal opmerkelijk stukje regie. En dat is voor de cultliefhebbers heel erg leuk. Maar om een echt sterke, consistente commerciële film te zijn, hint de film te veel op twee gedachten. Er is namelijk één ding wat Sam Raimi in zijn regie niet helemaal serieus neemt en wat de actrice in haar rol niet helemaal serieus neemt. Namelijk Mila Kunis. Wat is er aan de hand met Mila Kunis? Mila Kunis, die ik heel hoog heb zitten vanwege Black Swan, speelt hierin slecht. Nee, maar echt slecht. Ze neemt haar hele rol niet serieus. Ze is geen seconde overtuigend en sowieso werkt het niet als je een heks hebt waarbij je vanaf het begin naar de décolleté kijkt. En zelfs wanneer ze een grote groene heks is, nog altijd naar de décolleté blijft kijken. Dat voelde voor mij echt als een groot minpunt. Want als Mila Kunis beter had gespeeld, denk ik dat we meer weg waren gekomen met het hink op twee gedachtes. Namelijk, het verhaal van Oz staat
Leuk, leuke wereld, leuke ontwikkeling. Alleen is het personage van James Franco iets wat moeilijk. Het is een cynisch figuur en het is toch een moeilijke leidraad in zo'n fantasievolle wereld. Als dat wij dan... Maar het is een mooie basis. Het is een interessante basis die voor een goede film zou kunnen zorgen als de heks die daar tegenover staat ook serieus, of in ieder geval wel serieus genomen kan worden. En daarbij ging het dus echt mis met Mila Kunis. En dat is heel erg jammer. Zorgt het voor een slechte film? Nee, ik vind dat de film fantasievol genoeg is. Interessant genoeg. Vooral leuk ook voor de hele familie. Maar ook qua humor is het een levendige film. Het is een erg geestige bedoeling en het werkt allemaal wel. Alleen, ik vind het opmerkelijk hoezeer Mila Kunis, die ik toch zeer graag zie, misschien daarom wel, de boel eigenlijk een beetje verpest. Ja, overwegend The All's the Great and Powerful, denk ik dat het best een leuke toevoeging was aan het fantasy genre. Dus je kunt het gerust gaan kijken. De film is audiovisueel echt heel erg interessant. Verbluffend. Doet hele leuke dingen, hele gewaagde dingen. En vooral voor zo'n commerciële film is dat best opmerkelijk. Alleen, de film is niet heel erg rechtlijnig. Maar fuck it, gaan we gewoon kijken. Dus All's the Great and Powerful, check it out. Are you the great man we've been waiting for? En zal dat goed gaan? Ja, natuurlijk gaat het goed. Dus fucking.